lieve vrienden, het is alweer bijna avond. Het is 17:44, dus ik wens jullie gewoon een hele goede avond toe. Ik heb vandaag nog niet aan het vloggen geweest, gewoon niet aan gedacht. En ja, ik was ook vanochtend eerst, werd ik wakker met heel erg heftige hoofdpijn, wat eerst niet over wou. Ik heb gevochten als ik weet niet wat om er vanaf te komen. Toen ben ik mij razendsnel gaan wassen, aankleden, make-up, etcetera, etcetera. Ik ben naar beneden gegaan en ik ben zonder eten, zonder drinken, ben ik met Frodo de deur uit gegaan naar de dierenarts. Want dat was 14 dagen geleden en ik moest met 14 dagen terugkomen. Nou, goed, het weer heel wat gekost. Ja, meer dan vorige 14 dagen terug. Meneer heeft een ontsteking aan zijn staart. Zijn oren zijn weer gedaan. Hij heeft vlooidruppeltjes gekregen terwijl hij geen flow heeft. Maar de assistent is al een flow. Maar oké, als jij buiten loopt, kan hij een zandflow opdoen. Want ik kan hem iedere dag en ik vind nooit geen flow en dan nee. Ja, nou, dat begrijp ik niet. Maar ja, hij loopt natuurlijk over straat heen en langs die bomen, dan kan hij een zandvlog krijgen. Dus, en ze zag er maar één. Dus, hij heeft ook weer een medicatie gekregen. Er is een grote doos met die grote roze tabletten erin. Nou, dan moeten we vanavond weer mee beginnen. En dan morgen twee, etc. Ja, zijn staartje doet heel erg veel pijn natuurlijk, wat zielig is. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Ja, wat doen we eraan, hè? Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien, terwijl die zo ligt. Ja, ik denk het wel, hè. Maar ja, wat doe je eraan? En hij is dus ook net buiten geweest en dan in het zand al geslepen. Daar wordt hij ook weer vuil van en ik heb hem zalf op gedaan. Maar ik mag er bijna niet aankomen. Het gaat met moeite en pijn. Hé, ja, hopie. En dat oogje, nou, dat heeft Arwentje nog vorig jaar gedaan, dat die nog leefde. Dat is, ja, dat gaat ook nooit meer over. Maar hij is zo lief, hè? Ja. Nou, zijn oortjes die gingen in ieder geval een stuk beter dan voor 14 dagen terug. Maar wel weer druppeltjes erin gekregen. Dus dan moet ik over 14 dagen weer heen, ja. Het is een rip uit je lijf. Maar ja, je hebt het ervoor over. En dan zuinigheid met vlijt, even leven. De beestje gaat nou eventjes voor en dan de rest. Simpel wat. Maar in ieder geval, ik heb de computer zelfs nog uitstaan. Zoals jullie wel zien. Die is nog donker. Die kant op. Daar. Die is nog donker. Die ga ik zo meteen wel aandoen. En dan zal ik weer een vlog in elkaar proberen te zetten. En Karin die had me wat toegestuurd bij Facebook, dus dat moet ik ook even bekijken. En verder doe ik daar nu nog niet veel, want het is bijna weer etenstijd voor de dieren en dan ik. Dus ja, dat gaat ook allemaal voor Facebook. Dus simpel zat. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie avond. En ja, dit is maar één filmpje voor vandaag, maar dat maakt me niks niet uit. Nee, dat koppelt wel weer aan morgen vast. Want morgen er komt zo ver ik weet Astrid. En die wil niet gevlogd worden. Ook Mary die zou morgen komen, die wil wel gevlogd worden. Maar ja, waar als Astrid erbij is, ja, dat gaat op hem niet worden. Dat is zeer zelden dat dat gebeurt. Maar het maakt niet uit, nee hoor. We gaan gewoon door met die bananen en ik zou zeggen, hele fijne, liefdevolle avond geweest voor jullie allemaal. Later natuurlijk wel rusten en lekker slapen en gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Ook een goede morgen nog. Ja, ook nog een goede morgen, Eowyn. Heel nog een goede morgen. Ja, en er wil er eentje naar binnen, geloof ik. Ja, en dat is meneertje Frodo. Oh, die loopt alweer weg.
Nee, maakt ook niet uit. Wel, nee. Het is mooi weer, dus laten we gaan. Oh, kom je toch? Mooi. Komt u maar. Jij ook? Ja, want jullie weten, jullie krijgen eten. Hé? Ja, ja. Ja, goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag. Ik ga niet naar fysiotherapie. Ik heb af moeten bellen. Want ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Ik ben doorheen gegaan, of weet ik veel wat. Maar ik verga van de pijn aan mijn rechterkant van mijn rug. En dat trekt mijn rechterbeen in. Dus ja, ik weet niet hoe ik zit, staan, liggen, hangen, weet ik veel wat moet. Nee, even voor de schap op zijn plek. Dus ja, ik zal voor het eten geven, zelf een hapje eten. Dus ja, en ik wens jullie allemaal ook een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer vanzelf. Gisteren heb ik een keer gefilmd. Hoeveel er vandaag wordt, weet ik niet, want Astrid die zal komen. Mary komt, ze blijven beide ook eten, want ja, normaal Astrid blijft altijd vrijdags eten. En ja, dan komt het allemaal wel weer goed. Ik hoop toch, ondanks de pijn, dat ik een gezellige leuke middag mag beleven met de twee dames. En dat we er lekker van mogen genieten. En ik hoop ook dat jullie zullen genieten van al het leuks wat jullie zelf doen gaan. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben druk bezig. Rebecca die is er ook. Die heeft beneden al de boel klaar. Omdat ik zo meteen visite krijg. Zoals jullie weten, Astrid en Mary. Rebecca is nou naar boven. En ik ga met het eten beginnen voor vanavond. Dat wordt chili con carne met witte rijst. Ja. Eigenlijk moet ik ook overstappen naar andere rijst. Die is bruinig van kleur, geloof ik. Maar dat doen we nog wel eens een keer. Eerst de rijst opmaken die ik heb. Ik ga het niet weggooien. Nee, doen we niet. Maar het komt allemaal goed en we kunnen vanavond in ieder geval wel lekker smellen. Ja, ja. En het is ook prachtig mooi weer. Kandalf die komt er weer aangesjokt. Oh, die gaat zich druk wassen. Nou, Frodotje is lief, die ligt op de bank. En dan gaan wij beginnen. Het blijkt wel af en toe wazig te worden, hè? Ja, nou kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Rebecca is weer naar huis. Ik heb het eten klaar en dat ziet er heel voortreffelijk eruit. Ja, er staat een afwas, maar er komt vanavond nog meer bij. Ik gelijk weer een vaatwas of vol. Nou, chili con carne met rijst. En stroganoff gehakt. En Rebecca die zei... Oh, wat ruikt het lekker. Ik krijg spontaan honger. Ik moest wel lachen. Ik denk, nou ja. Maar nu ga ik een bakje koffie maken. De videopad is klaar met renderen. Dus die vlog kan ik naar YouTube brengen. Dan ga ik er gelijk weer een nieuwe er even in gaan zetten. Dan kan die vanmiddag weer zijn werk doen. Ja, toch? Ja. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ja, lieve vrienden. Goedemiddag allemaal. De dames zitten buiten te roken en we hebben al gegeten en dat op de tijd 4:05. Ja, we hebben het al op. Althans, er zit nog meer in. De ene eet maar heel weinig, de andere ietsje meer en ik nog ietsje meer. Maar nou heb ik dus nog meer dan genoeg over, dus ik heb sowieso morgen dan nog weer een kwikje. De rest gaat dan in de vriezer en dan komt het allemaal wel weer goed. En ja... vanavond heb ik weer honger, want het is nou veel te vroeg, maar de dames moeten weg. Dus ja, dat komt... ze willen voor achter thuis zijn en de ene moet nog wat ophalen, een pakje of zoiets, weet ik veel. Doet er allemaal niet toe. Maar oké, komt allemaal goed, ik zou zeggen. Geniet nog verder van jullie middag, want het is nog steeds middag. Ondertussen 4:06. En ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is al avond en ik ben maar bij het raam gezeten. Ik denk, dan heb ik het meeste licht, want ik heb nog geen licht aan en dat moet haast wel.
Het wordt donkertjes in huis en het is 20:59, dus bijna 9 uur. Ik wil jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle avond wensen. Verlaten wel rusten, lekker slapen met mooie dromen. En een heel, hele fijne zaterdag toegewenst alvast. Ja, dat... Maar in ieder geval, morgen ben ik er weer. En zoals het er nu voor staat, ga ik morgenmiddag even naar Meri toe. Ja, daar ben je toch vrienden voor, toch? Ja, eventjes, het moet wel van beide kanten komen. Dus zo van die doende. Maar ja, dan moet ik mijn rug wel een beetje beter zijn. En met slecht weer haalt ze me even op. Dus ook altijd leuk. Ze heeft zo'n pruttelpotje, zo'n autootje. Wel leuk, grappig. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot morgen. Doei, doei.